Een hoop chemisch afval is dinsdagavond aangetroffen in de Nijmeegse wijk Wezenhof. Rond 10 uur in de avond kregen agenten een melding van een vreemde geur. Ze troffen een achtergelaten kleine vrachtwagen aan waar een chemische stof uitlekte. Na onderzoek van de brandweer bleek het om een zuur te gaan. Getuigen hebben verklaard dat ze 2 mannen zagen wegrennen bij de vrachtwagen. De politie geeft aan dat het hoogstwaarschijnlijk om drugsafval gaat. Nou, in eerste instantie kregen wij rond 10 uur een melding dat mensen een vreemde lucht roken aan de Wezenhof in Nijmegen. En toen de collega's op onderzoek uitgingen, toen ontdekten zij bij een kleine vrachtwagen die geparkeerd stond dat er een chemische stof lekte. En uiteindelijk bleek dat niet het enige te zijn. Dat bleek eigenlijk het eindpunt te zijn van een lange stroom van gedumpt drugsafval. Ongeveer een stroom van zeker 9 kilometer lang. Nou, we hebben van getuigen gehoord dat ze hebben gezien dat er 2 mannen zijn weggerend. En dat is eigenlijk het enige wat we op dit moment weten. We komen dan ook heel graag in contact met mensen die wellicht iets gezien hebben van de vrachtwagen of de mensen die zijn weggerend. En dan horen we dat uiteraard heel graag. Als mensen iets gezien hebben, maar het kan natuurlijk ook zijn dat mensen camerabeelden hebben, bijvoorbeeld aan hun huis langs de route waarop de vrachtwagen te zien is, dan ontvangen wij die beelden heel graag. Of misschien hebben mensen op hun dashcam toevallig achter deze vrachtwagen gezeten. Ook dan ontvangen wij die beelden heel graag. In de vrachtwagen was genoeg ruimte voor 4500 liter aan afval. Een groot deel hiervan was leeg, want de wagen had onderweg al last van een lekkage. Hierdoor is een spoor van overrassel tot aan de parkeerplaats van 9 kilometer ontstaan. Het opruimen van het spoor heeft de brandweer al uren gekost en is nog niet voltooid. Omdat het om een bijtende stof gaat die bij aanraking een branderig gevoel kan geven en auto's kan beschadigen, adviseert de politie om na aanraking goed te spoelen. Ook roept de politie op om eventuele beelden en informatie te delen.